interception. Twice held al vast. Oh, gelukkig, Jor. Eens weer zeker. En vlieg benzine. Voor, er zijn nog mensen die Hilder iets willen wijzen. En de nieuwste, er is al vier was. Hier is Jan Matthijs. Mijn oude Spurs. Hartelijk dank om vandaag weer in grote brutale te zijn afgezakt naar het stadcentrum om uw kosten van de belastingsbetaler van de vorige middag een stuk in uw cv te komen zeggen. Het is een mooie traditie die sinds de millenniumwisseling is ingevoerd en die helaas de laatste twee jaar die we moeten verzaken hebben omwille van corona. Maar gelukkig zijn de passieren blijkbaar dit jaar in China gebleven. En zodoende kunnen we ons, gelijk dat er nooit iets gebeurd is, vandaag weer laven aan 7000 liter vloeibare versnaperingen die het stadsbestuur heeft laten aanrukken en de hectoliters met white spirit en liquid ecstasy aangelegde sterke drank die de ongetwijfeld weer zelf van thuis hebben meegesmokkeld. Normaal hebben we altijd een thema, maar ondanks het feit dat we niet minder dan 3 jaar de tijd hebben gehad om iets goed te bedenken en ons daar niet mee bezighouden, en is er vandaag geen thema. Ik herhaal, er is geen thema. Iedereen die komt voor het thema, ga maar weer naar huis, want er is geen thema. Ik weet niet al. Wel staan de grote klassiekers voor u op het programma, zoals er zijn. Een vlammende nieuwjaarsconferentie van het pelken van de Drekluiten, onder leiding van onze eigen Gentse dissident, de André Sakharov van Gent-Breugen-Breugen, de vleesgevulde marionet uit de Commedia dell'arte, de Pinocchio van onder de schapenstal, de Navalny van de lage emissiezone, Pirke Pirala. Er is ook een fantastisch concert gepland van Brass Matthijs, een schitterende band die de wind eventjes het land uit zal blazen en de zon zal doen schijnen. Allee, daar zijn ze toch contractueel toe verbonden. Afsluiten doen we het collectief leedbeneveld en onder de vakkundige leiding van het kalk van de Drekluiten Kloppen Roeland te blijven. Mijn persoonlijk jaarlijks dieptepunt. Maar goed, eerst geef ik graag het woord aan uw vriend en de mijne. De burgervader die er dagelijks eigenhandig voor zorgt dat onze schone Scheldestad van nog groter kwaad bloed blijft. Naar het schijnt heeft hij maanden aan zijn nieuwjaarsbrief geschreven en is er een epistel geworden waarvan de eloquentie en vindingrijkheid Obama zelf jaloers gaan maken. Dames en heren, ik hoor uw neusvleugels van hier al trillen van anticipatie. Hou u maar goed vast aan de tak van de bomen, want hier is hij dan in zijn schoonste kostuum en vervuld van de beste wensen, Matthias de Klerk. Dankjewel, beste Jan, dames en heren, beste Gentenaars. Ik zie dat de massale strijkplanken en de drangen zijn, dat is prima. Dames en heren, beste Gentenaars, laat mij beginnen met jullie eerst en vooral een gelukkig, voorspoedig en gezond 2023 toe te wensen. Een jaar vol vreugde, een vriendschap en verbondenheid. Voor jullie zelf, voor jullie familie en voor al jullie dierbaren. Zeker in deze onzekere tijden is dat waar we allen meer dan ooit nood aan hebben. Want laat ons eerlijk zijn. Het voorbije jaar, beste Gentenaars, was niet gemakkelijk. Met een vreselijke oorlog op ons Europees continent. Met fel gestegen energieprijzen. Met een inflatie die alles duurder maakt. En dit na 2 moeilijke coronajaren. Maar ook hier zullen we samen doorgeraken. Want ik weet dat Gentenaars veerkrachtig zijn. Dat we samen moeilijke periodes kunnen overwinnen. Dat hebben we al vaker samen bewezen. Kijk, beste Gentenaars, hoe snel onze stad na corona heropleefde. Hoe de terrassen van onze horeca terug volliepen. Hoe we de beste Gentse feesten en winterfeesten in jaren beleefden. Hoe we in het Kuipke massaal keizer afscheid namen. Gent kan weer Gent zijn. En dat doet voor allemaal ons enorm deugd. En daarom moeten we absoluut hoopvol blijven. Beste Gentenaars, het is in moeilijke tijden dat we tot meer in staat zijn. Dat Gentenaars boven zichzelf uitstijgen. Honderden Gentse gastgezinnen stellen hun woning open voor vluchtelingen uit Oekraïne. Er zijn hier ook vandaag diverse Oekraïnse vluchtelingen, dames en heren. Geef hen een applaus om hen te ondersteunen. Wij zijn bij hen, wij zijn met hen, zij zijn Gentenaars. Dames en heren.
graag opnieuw zet de Gentenaars en Gentse organisaties zich in voor wie het nodig heeft. Aan elkeen die bijdraagt aan onze solidaire stad, dank u wel. Beste Gentenaars, op het coronamonument dat we hier onlangs onthulden, staat een prachtige zin te lezen van Ramses Shaffi. Wij zullen doorgaan tot we samen zijn. Dat is op het lijf van Gent en de Gentenaars geschreven. Zo doen we dat hier. Zorgen voor elkaar en niemand achterlaten. Uit liefde voor onze stad, voor ons Gent. De stad die we graag zien en die we blijven koesteren. Waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht zijn of haar achtergrond. Beste Gentenaars, dat is ons Gent en daar zijn wij samen vier op. Dus ja, ik heb veel goesting in het nieuwe jaar en kijk uit naar al het moois wat onze stad te bieden heeft. Namens gans het stadsbestuur wens ik jullie het allerbeste voor het nieuwe jaar. Een goede gezondheid met veel fijne momenten, veel kleine gelukjes en af en toe een groot. En je weet hoe we dat hier samen, beste Gentenaars in Gent, zeggen. En we zeggen het allemaal samen. Dientje, je zaken! Het allerbeste voor het nieuwjaar. Dankjewel en santé!